Mieke. Ik heb Givers Blog. Dat is een lifestyle blog op het gebied van food, travel en mode. Als statement piece heb ik dit jasje gekozen. Omdat het eigenlijk heel een stoere snit heeft. Maar vanwege de stof en de kleur is het toch heel vrouwelijk. En daarom vind ik dat je er alle kanten mee op kan. Dit is mijn eerste outfit. Ik wilde heel graag laten zien hoe het eruit ziet in een beetje een business setting. Daarom heb ik gekozen voor een pump. Ook heel leuk met een sneaker, dan wordt het iets meer casual. Deze broek zit super super lekker. Maar het is een beetje een pantalon, maar het heeft een beetje een speels effect met de strik. Daarom vond ik hem heel erg leuk. En dit blouseje, een wit blouseje kan eigenlijk altijd. Ik heb hem lekker hoog dichtgeknoopt om het een beetje een preppy idee te geven. Dan dus het jasje. Dit is mijn tweede outfit die ik gekozen heb met mijn statement piece. Een hele casual look. Maar wel qua kleuren heel erg in balans, vind ik. De broek met het roze borduursel. Helemaal een ding op dit moment. Dat combineert natuurlijk super mooi met het jasje. Eigenlijk heb ik een wat dikkere stof gekozen voor de onder. Om te laten zien dat het jasje ook perfect combineert met een wat dikkere stof. Ik vind dat deze coole platform sneakers het helemaal compleet maken. Je kunt gewoon lekker deze outfit de hele dag dragen en je helemaal comfortabel voelen. Dus top! Dit is outfit nummer 3. Weer met het jasje, maar lekker zomers. Ik dacht ik wil het laten zien met een jurkje, omdat het dan eigenlijk heel girly wordt. Omdat het jasje toch wel een stoere snit heeft, blijft het wel in zijn geheel casual. Deze sneakers erbij zijn super comfy, maar ook gewoon maken de look eigenlijk helemaal af. Outfit 3.